Rick Post, gemeente Huizen, teamleider WMO-beleid. Ik ben hier op de bijeenkomst van de provincie over de sociale agenda. Ik ben heel blij met de sociale agenda. Het maakt ons als regio en als gemeente mogelijk om een aantal nieuwe ontwikkelingen op de juiste wijze mogelijk te maken. Een van de dingen die in de workshop aan de orde was geweest, is de transitie van de ABZ-begeleiding. Het ziet eruit dat het nog enigszins uitgesteld wordt, dat het niet 1 januari 2013 wordt, maar 2014. Wij als gemeente Huizen zijn er eigenlijk ook klaar voor om het te gaan doen. En als het in 1 januari 2013 naar ons toe komt, dan hebben we ook de mogelijkheid om met kleine groepen, want dan komt er een 10%, om wat te gaan oefenen. Terwijl als we in 2014 het pas gaan doen, dan krijgen we meteen de hele verantwoordelijkheid voor een hele grote groep op ons. En dan ben ik een beetje bang dat we het gewoon gaan doen zoals het altijd al gedaan is. Dus ik pleit ervoor om dat zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Dank u wel.